Belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. RTS Journaal, vers van de pers. Op Bonaire werd gisteren het IPCO afgesloten, het interparlementair koninkrijksoverleg tussen de delegaties van de parlementen van Nederland, Curaçao, Aruba en Sint Maarten. Bij de afsluitende persconferentie werd bekendgemaakt dat Curaçao, Aruba en Sint Maarten samen gaan optrekken als ze een standpunt moeten innemen over het COHO. Het Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling wordt op 3 september in de Rijksministerraad besproken. Daarna mogen de landen hun visie geven. De 3 Caribische landen van het Koninkrijk zullen eerst samen overleggen voordat ze een gezamenlijk standpunt gaan bekendmaken. Dat maakte Amerigo Today gisteren bekend. Bij de afsluitende persconferentie van het IPCO zei William Marlin, ondervoorzitter van het parlement van Sint Maarten, dat Nederland voorwaarden stelt aan de leningen die de landen krijgen sinds de uitbraak van de coronacrisis. Die voorwaarden zijn soms irritant, aldus Marlin. Ze zijn hinderlijk omdat landen er veel moeite voor moeten doen om aan de voorwaarden te kunnen voldoen en dan duurt het lang voordat de leningen daadwerkelijk worden overgemaakt, aldus Marlin. Na Coelectra, nós temos tempo para ser vivo ora com mais de comunismo. Chama no centro de cliente, na telefone 0800-0135, de dia luna para dia viernes, fora de setor de mente até com setor de noite, para turno serviço não, off para transita. Se você quer transita para dia sabra, também por hora. Para escolher para trabocita, riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca para visitar a cerca nos vai mais fácil. Sim, sí, a Coelectra, seu centro de cliente, está claro para ser vivo na e momento que está comendo a bo. Het recherche-samenwerkingsteam RST zoekt nieuw personeel. De Extra schrijft vandaag dat de RST een promofilmpje heeft gemaakt van bijna 5 minuten, waarmee ze nieuwe werknemers proberen aan te trekken. In het promofilmpje is Frank Lammers te zien als een drugshandelaar op Curaçao. Niet iedereen is even blij met het filmpje, omdat het volgens sommigen Curaçao onnodig afschildert als een drugsparadijs. Vorige week werd notaris Kleinmoedig veroordeeld voor onder meer witwassen van geld en belastingontduiking. De Extra meldt vandaag dat de Algemene Rekenkamer Curaçao bezig is met een groot onderzoek in de notariële sector op Curaçao. Onderzocht gaat worden of meer notarissen zich bezighouden met zogenaamde foute zaken. Oud-werknemers van de Isla zijn bezorgd of ze hun achterstallige betalingen nog gaan krijgen. Bij hun vertrek bij de Isla zijn ze akkoord gegaan dat er in tranches geld zou worden overgemaakt, maar op tranche 4 en 5 wordt al lange tijd gewacht. Regering Pisas heeft gisteren aangegeven dat er daadwerkelijk gewerkt wordt aan een oplossing en dat er ook geld is om de 27 miljoen gulden aan de oud-werknemers over te maken. Aqualectra moet goed voorbereid zijn op de toekomst en daarom zal het hele digitale netwerk worden geïnventariseerd en gedocumenteerd. Het gaat om het distributienetwerk dat zal worden onderzocht door onder meer 12 studenten die de straat op gaan om te onderzoeken wat er verbeterd kan worden en wat de stand van zaken is rond het digitale netwerk. Curaçaose voetballer Jetro Willems zet zijn carrière voort bij het team Greuther Fürth, een club in de Duitse Bundesliga.
Willems werd bekend bij PSV, werd daarna verkocht aan Eintracht Frankfurt en speelde onder meer ook voor Newcastle United. De laatste tijd kampte hij met blessures. Hij is blij dat hij bij Greuther Fürth een nieuwe kans krijgt om zijn carrière voor te zetten. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.